it's your boy Mr. Twister aka Sunraz, bring us a sunshine into your life. Ik wil het weer even hebben over gezondheid en dan een beetje gonna dive into the history. Vroeger, toen ze vanuit Europa naar Egypte gingen, toen gingen ze natuurlijk tombs robben, de tomb raiders. Toen kwamen mummies tegen. Sommige mensen die zijn gaan experimenteren met die mummielichamen. Toen is er mummiepowder op de markt gekomen. En mummiepowder, dat had medicinale effecten. En de reden daarvoor was omdat er op het lichaam werd monatomisch goud gesmeerd. En dat zorgde ervoor dat de mummies, dat de lichamen geconserveerd bleven. En er zat nog een medicinale eigenschap aan de mummiepowder en dat is waar mensen nu steeds bekender mee raken en dat is C60, oftewel carbon. Carbon dat zit gewoon in de huid van de mensen die daar woonden en dat werd gebruikt dus in de medische wereld om mensen te helpen. Dus ze verpulverden mummies en er werd een mummiepowder van gemaakt. Dus nu zijn we veel verder. Vanuit Europa is er heel veel onderzocht in Egypte. Niet heel veel daarvan wordt ons geleerd op school. Heel veel is ook geheim gehouden. Maar men kwam er dus achter dat er monatomisch goud zat op die lichamen. Heel klein goud. Dus dat zijn ze proberen te gaan namaken. Zo is ook zilver colloidaal herontdekt, zeg maar. Zilver colloidaal. De eigenschap van het colloidaal zilver, dat is dus een hele kleine deeltje zilver. Ik heb er al een keer een video over gemaakt. Ik ga die video checken anders. Dat zijn hele kleine deeltjes en daar kunnen bacteriën en virussen en dat soort dingetjes kunnen daar niet tegen. Maar dat is hetzelfde met monatomisch goud. En nu zijn we in de 21ste eeuw en kunnen we dat allemaal maken. Nanogoud en nanozilver is het nu. En dat is wel grappig, dat wordt nu dus ook op de markt gebracht. Maar zo had je vroeger ook ormes. Dus op verschillende plekken kom je verhalen tegen over ormes en dat is ook weer monatomisch goud. En ormes wordt weer gemaakt van zeewater. En zeewater zit vol mineralen. Nou, ook edelmetalen, waaronder goud, platinum, titanium. Van zeewater kan je weer ormes maken en dat is dan weer monatomisch goud. Dus jij met soda en zeewater zo bij elkaar met een bepaalde manier. Misschien ook een video ervan als ik ook gelijk ga plaatsen. En dan krijg je monatomisch goud. Dus de verbindingen tussen mummy powder, monatomic gold en zilver colloidaal, ormes en zo. We gaan een stapje verder, er zijn dus allemaal links tussen. Dan heb je ook, waar ik graag mee werk, Super Scroll, Dr. Sebi mee aankwam, dat is Chondrus crispus. En Chondrus crispus, dat komt weer uit de zee. En dat is een plant en die maakt gebruik van die mineralen die in de zee zitten. Plus dat hij die mineralen weer omvormt om zichzelf op te bouwen. Het voordeel van deze plant is ook weer dat daar al die mineralen in zitten. Het komt uit de zee. En als je dat voorbereidt met die al die eigenschappen erin zitten. Dus, als we gaan kijken naar die 4-5 dingetjes. Dus mummy powder. Nou, dat is gewoon menselijk DNA met mummiepoeder en C60, dus carbon. Dan heb je ook monatomisch goud. Dat kun je kopen, wordt nu gemaakt voor een potje voor 30 euro of zoiets. Dan heb je colloidaal zilver, nou dat is ook rond die prijs van 20 euro of zo, dat is 20 euro voor een potje. En ormes, ja dat is monatomisch goud ook weer, op een bepaalde manier gevonden, ik weet niet of je daarvoor betaalt. En dan heb je ook de Chondrus crispus, wat heel goedkoop is, waar ook al die dingetjes in zitten, waar je heel veel profijt van kan hebben. Dus ik ben een beetje die fases doorheen gegaan. Ja, dan zie je de connectie tussen al die verschillende producten, zeg maar. Waarvan in mijn ogen Chondrus crispus toch wel de meest efficiënte is. Hoe je dat dan kan voorbereiden en zorgen dat het in je lichaam komt en dat je daar de profijten
voor jezelf begunstigt. Maar dan heb je ook nog GANS. En GANS is weer gas in een nano-solid state. En ik geloof dat is dan nanoparticles, zilvercolloidaal en monatomisch goud. Tegenwoordig wordt het volgens mij ook op nanoniveau gemaakt. Dus dan kom je allemaal met die dingetjes, kom je allemaal een beetje op hetzelfde. Dus Mumpowder, monatomic gold, colloidaal zilver, Ormus, Founders Crispus, en dan heb je GANS, gas in nanosolid state. En even kijken, dan ontschieten er eentje en dat is... Oh ja, de C60. De C60, dus om weer terug te komen op de mummy powder. Mummy powder, als je gaat kijken naar de mummies die uit het gebied van Egypte kwamen, of Kemet, of Noord-Afrika, waar je hebt heel oud Egypte en je hebt nieuwe Egypte. Als je voor 12.000 zit, 12.000 voor Christus of voor Common Era, die periode noemen ze volgens mij Septepi. En dat is voor 12.000 voor Christus. Toen bestond Egypte ook al. Maar in ieder geval die mensen die daar zo in het oude Egypte Kemet zaten, dat waren Afrikaanse mensen, donkere mensen, en die hebben een donkere huid. Dus in dit mummy powder zat dus huid, dus lichaams gewoon DNA van die mensen, maar ook dus de mineralen die in het lichaam zitten. Dus wat we nu ook tegenkomen is C60. En C60 is een carbon molecuul die ook heel goed is voor je gezondheid. Om een voorbeeld te geven, als je kijkt naar bijvoorbeeld Japanse bouwstelen, die gebruiken dat hout en dat hout dat branden ze. En dat zorgt ervoor dat het gaat, nou, er komt een carbonlaag op. En dat zorgt ervoor dat het niet gaat schimmelen. En dat het langer houdbaar is, dat het hout gewoon beter beschermd is door die koolstoflaag die erop zit. Zo zat dat koolstof dus ook in dat mummy powder. En nu wordt het dus ook weer C60 geproduceerd om mensen hun gezondheid te verbeteren. Ik heb ook wat niet zulke leuke verhalen gehoord uit Amerika. Want het blijkt dus dat de organen van donkere mensen, omdat dat spul erin zit, ook wel onder de naam melanin, dat het op de organen zit en dat die organen van donkere mensen beter en sneller zichzelf aan andere lichamen, dus dat ze minder snel worden afgestoten. Dus dat komt ook weer door die C60. Dus mensen hebben zelfs tabletjes gemaakt met melanine erin. En als je wat weet van de medische wereld, dan weet je dat er in tabletjes worden compounds gedaan. En in tabletjes, ja, dat zijn vaak synthetische dingetjes. Capsules, en dan doe je daar een compound in, dat is vaak gewoon biologisch. Is het zo dat ze daar gewoon echte melanine in doen van mensen? Gewoon een question, maar... Want er zijn verhalen uit Amerika dat er af en toe waren er mensen in ghetto's. Die raakten gewond door een ongeluk, of die mensen werden getarget. En zorgden ze voor een ongeluk dat die mensen in het ziekenhuis belanden. En vervolgens, dan weet ik veel, waren ze aangereden, hadden ze een been gebroken. En toen gingen ze naar het ziekenhuis, kwamen ze niet meer terug, waren ze overleden. Heel vreemd. En er schijnt dus een hele duistere kant te zijn in de medische wereld in Amerika. En zoveel plekken natuurlijk, waar misbruik wordt gemaakt van dit soort situaties. En dat de organen werden gestolen. Dus, om dit verhaal even compleet te maken, de verbinding van de... mummy powder en de voordelen voor je lichaam die zich daarin bevonden, vinden, whatever. Die zijn dus zeker weten nu wetenschappelijk onderbouwd door de mensen die de wereld zien. Heel interessant. En that's just what I want to tell you. Have a nice day. It's your boy Mr. Twister, aka Sunrise. Peace. It'll come back to you in ways you cannot imagine. Do that one thing for humanity. I was investigated 5 times. What do you mean by being investigated, sir? From the EME. They investigated you? Yes, 5 times. Every time they come, I show them, here the patient you sent home to die, cured. Other patients, you sent home to die, cured.
Next patient, you sent home to die cured. Bedankt voor het kijken naar de video. Even een duimpje omhoog, laat even een reactie achter. Druk op dat belletje als je op de hoogte wil blijven. En if you want to support me, check even die link onder in de beschrijving. Peace. Disclaimer. De vindingen die ik in deze video's uitleg en deel zijn persoonlijke ervaringen en of ervaringen van anderen. En zijn geen bewijs of garantie voor succes. En zijn door die ziekte niet herkende methodes. Mijn vindingen zijn geen adviezen, maar ervaringen waarin ik mijn proces met hetgeen ik deel onderbouw en onderhoog doen voor de kijkers. Als doel bij het verdrijven van het denken of het denken. Check it out.